gelijk naar de volgende, de aanvoerder van Kozakken Boys, Wernand Stout. Hij, ja, een dure nederlaag. Je kan nu nog niet zeggen hoe duur, maar hij voelt wel duur, denk ik. Ja, sowieso verliezen na zo'n serie, dat is gewoon zonde. Je wil hem doortrekken tot het einde om het Katwijk zo lastig mogelijk te maken. Ja, en ik heb net gehoord dat die gewonnen hebben, dus ja. Dan wordt het een hele lastige opgave om nu nog voor het kampioenschap te gaan. Maar we moeten nu gewoon met z'n allen erachter gaan staan en weer verder gaan waar we bezig zijn geweest. Want het zou zonde zijn als je nu helemaal in gaat kakken en tegen jezelf gaat lopen voetballen. Dat zou zonde zijn. Ja, maar het is toch ook nog niet voorbij, die titelstrijd? Nee, het is zeker nog niet voorbij, maar wat ik net zeg, Katwijk die wint gewoon weer een lastige wedstrijd. En dat is knap wat hun doen. En wat ik net zeg, het is heel lastig om nu nog dat gat van 9 punten is inmiddels goed te gaan maken. We hebben natuurlijk wel nog een inhaalwedstrijd, maar dit is wel een flinke dreun voor ons. Ja, een hele grote dreun lijkt me. Ook je weet vooraf dat een wedstrijd tegen GVV altijd moeilijk wordt. Hoe gaan jullie überhaupt dit paasweekend in? Want je hebt 2 wedstrijden in 3 dagen. Ja, in principe ben je zelf gewoon met die eerste wedstrijd bezig. Je gaat niet denken van we moeten maandag ook, dus je gaat inhouden. Maar we benaderen hem als elke wedstrijd. En het is altijd een lastige wedstrijd, dat weet je. Maar ik vind dat we de eerste helft echt wel de mogelijkheden hebben gehad om zelf op 1-0 voorsprong te komen. En hun hebben geen kans gehad, denk ik. Ja, en als je dan 1-0 voor de rust in gaat, dat is toch anders voetbal. En, ja, we hebben het zelf weggegeven, vind ik, want hun waren niet beter dan ons. En zonde. Nou, inderdaad, want in die eerste helft hebben zij geen kans gehad. Maar in die tweede helft komen zij uit die startblokken, maken binnen een minuut of 3 maken ze 1-0. En wat is er dan met jullie aan de hand? Ja, dat is lastig te zeggen. Als we dat wisten, hadden we het natuurlijk snel omgezet. Ja, het is voor hun een ideaal scenario dat ze net naar rust 1-0 voorkomen. Want dan kunnen ze, ja, ze kwamen al niet veel van eigen helft af. En nu was het voor hun nog makkelijker om compact in te gaan zakken. En, ja, ga er maar daaraan staan. 11 man op eigen helft. Ja, moeilijk voetballen. En vooral op een veld dat niet echt lekker voetbalt. Is voor ons niet in ons voordeel. Nou ja, over 2 dagen mag je weer, hè? Ja, snel wegpoetsen die nederlaag. Dankjewel. Succes maandag tegen de Treffers. Want maandag...